zie dat je de bonuskaart bij je hebt, altijd handig. Ja, dat is aan mij. We zijn op het Ichthus College in Veenendaal en ik ga nu MNO examen maken voor VWO. Het is eigenlijk handelseconomie. Het is heel veel oefenen, het is gewoon sommen ook, veel rekenen. Heel veel leerlingen vinden het een moeilijk vak. Je moet echt wel heel erg inzicht hebben. Maar dat kan je over het algemeen oplossen door regelmatig te oefenen. Ja, dat zegt hij, maar dat hebben we misschien niet optimaal gedaan nog. Kun je het vinden? Nee, dat gaat niet. Je gaat het vinden hoor. Zo, even lekker een bakkie nog. Mm-hmm. Cafeïne boost, even erin. Bent u mild met corrigeren? Nee, wat fout is, is fout. Fout. Wat dat betreft ben ik wel redelijk streed. Gewoon van de harde hand wel. Ja, hey, check. Appeltje, eitje? Nee, het wordt al pittig denk ik. Maar ja. Gaat zien. Echte economie voor intelligente mensen? Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. En geeft u nuttige tips? Ja, de BTW moet niet in de resultatenrekening. Ja, moet in principe wel de lessen hebben ook heel veel geholpen. Dus, Nou, je kan niet anders zeggen nu natuurlijk. Heb je niet voorbereid? Jawel, maar ik ben er niet zo goed in. Gaat het nou ook vervelen, die examens? Nee, nooit. Nee. Nee? Het blijft altijd weer spannend. En waarom? Ja. Nou ja, het zijn toch telkens weer andere leerlingen. En je leeft toch met ze mee. Je hoopt dat er goede resultaten zijn. Ik heb ook echt wel iets van 20 pennen mee. Ik ben gewoon heel bang dat er één opgaat of zo. Ja. Ja, er zitten wel lastige berekeningen bij. Als je dividenden zou moeten doen, dat kan niet zo goed. En wat heb je eraan? Je hebt eraan dat je meer snapt hoe de economie in elkaar zit. Waar geld heen gaat. Hoe bedrijven werken. Jullie zien hier een meneer rondlopen die zich wat verdekt probeert op te stellen. Aan de lengte van uw baard te zien, doet u dit werk al even. Klopt dat? Ik zit al 42 jaar in het onderwijs. Vier jaar geleden was dat, had ik een groep, er zaten notabene zestienen in. Zestienen? Zestienen in één groep. U had ze de antwoorden gegeven? Nee. Nou, dat is toch een schouderklop voor u ook? Nou, dat weet ik niet. Het waren hele goede, intelligente leerlingen. Ik ben even benieuwd hoe het ging met jullie. Nou, ik weet niet of ik uitspraken wil doen. Bij mij ging het echt heel erg slecht. Ja, ik dacht, ik weet de antwoorden niet meer. Ik ga wel mijn punten tellen. Ja. Dat is ook niet bemoedigend. Ja. Er waren best wel wat theorievragen eigenlijk. En altijd de films die ik had gekeken die een beetje zeiden wat de inhoud van het examen was, die zeiden nou ja, max één theorievraag. Terwijl ik vond dat er nu best wel veel theorie in zat. Dus. Ja, ik ben pas geopereerd aan mijn ogen, dus ik het is gewoon wat lastiger om dan echt snel te werken, snel te lezen. Dus ik heb dan een half uur tijdsverlenging. Dat heb ik meestal wel nodig. Het is druk. Ik dacht de hele tijd, ik zat bij 7 en toen was het al de helft van de tijd en dat dacht ik. Was je bij 7 toen de helft? Ja, nee, dat dacht ik dus, maar dat was dus niet zo. Lisa Cito, doe de N-term omhoog. Begonnen termen te gebruiken waar ik zelf nog niet van gehoord had. Dus moest je zelf maar een beetje bedenken van wat ze daarmee bedoelen. Maar je hebt een woordenboek, toch? Ja, maar daar staan geen bedrijfseconomische termen in. Dan snap je één opdracht niet, maar dan heb je de volgende opdrachten. Daar heb je het antwoord van de opdracht daarvoor heb je daarbij ook nodig. Dus dan kan je eigenlijk helemaal niet verder met de volgende opdrachten. En dat had ik wel. Heel veel gegevens krijg je, allemaal tabellen en bronnen. En daar met die cijfers moet je dan gaan knutselen voor een antwoord. Zodra het knutselen wordt, dan klinkt het al niet goed. Nee, inderdaad. Zitten er weer 16 tussen? Ik vermoed het niet. Eigenlijk mag ik per 14 juni aanstaan met pensioen gaan, maar ik heb besloten om toch nog eventjes door te gaan en de school biedt mij daarvoor de ruimte. Ja, zo leuk vindt u het? Ja. Ja, onderwijs geven is ontzettend leuk. Ja. En nakijken vooral? Nakijken, dat komt denk ik op de 5e of 6e plaats. Dat krijgt een beetje het nakijken. Dat zou je kunnen zeggen. Ja.